Voor degene die het niet weten, Ralf, even toch helemaal terug naar 2008. Wat was het Eureka-moment dat je zei van, shoot, we gaan het doen? Ik ben ooit een keer benaderd om een minister, in de tijd van Fortuyn, die kwam naar mij toe. Die zei, jij moet minister, jij moet dat doen. Ik zei, dat kan ik niet, dat is niks voor mij. Maar ik had wel ooit de droom om één dag te hebben dat iedereen, dat er geen juristen zijn, maar creatieve mensen die met elkaar oplossingen zoeken. En dat is een dag geworden, de Big Improvement Day. Dat is het tweede is, probeer dan ook een dag te prikken in het jaar, een vaste dag, de derde dinsdag, in plaats van de derde dinsdag in september. Dinsdag is wel moeilijk, want veel Kamerleden moeten nu werken, maar toch die dag gepakt. En dat is groot aanpakken. Direct zorgen, ik ga de rij afhuren, ik wil Branson hebben, ik wil dit hebben. En op een gegeven moment ga je als, je bent een soort vliegtuig, enorm ronken en op een gegeven moment gaat hij vliegen. En nu zie je dat de Big Improvement Day vliegt. Ik kan me van vorig jaar herinneren, een prachtig initiatief, ook vanwege het toenemend aantal vluchtelingen in Nederland, waar heel vaak onaardig over wordt gedaan. Jij hebt gezegd, dat draaien we nou eens om. Het is een prachtig initiatief geworden. Ja, niet door mij. Hè. De grappige, ik word wel genoemd, maar het zijn Hans van der Kooi en andere bedrijven, die komen met die initiatieven. De adviesraad, John Venter Vlissingen, allerlei mensen die hier in de zaal zitten, die helpen mee om te denken, hoe kunnen we Nederland beter maken? En het gedachte is dan dat je zegt, die asielzoekers hebben gewoon talent, heel veel talent. En ze hebben twee soorten talent. Of ze hebben talent in hun hoofd, of ze kunnen wat met hun handen. Dus dan moet je scheiden, segmenteren. De mensen die wat slim zijn, die gaan wat met ICT doen. En die mensen met de handen, die gaan iets in de groenvoorziening doen. En vandaag hebben we meer dan 50 asielzoekers. Die komen vanmiddag. En hebben we een speciale sessie om die in één dag aan het werk te helpen. Dus eigenlijk een prachtige verwezenlijking van de BID-gedachte. Ja. En dames en heren, Ralf gaat terug in de tijd met een aantal mensen die hier eerder op dit podium hebben gestaan. Maar dat is natuurlijk altijd benieuwd van, mensen staan hier enthousiast, een mooi plan. Ja, maar dan? En jij gaat nu met een aantal mensen praten. Klopt. Wat is er van je geworden? Dat is mooi. We hebben drie mensen. Jozef Oebelkas, die is al net in het filmpje geweest. Misschien komen ze al nu naar voren. Jozef, kom maar vast naar voren. Jozef heeft 5 jaar voor niks in de gevangenis gezeten. En iedereen denkt, een zielig mannetje geworden. Het is een grote man. En hij was hier een paar jaar geleden op podium. En op die dag groeide hij. Hoe groeide hij op die dag? Oké, good luck. Maar laten we eerst even, we gaan dat dadelijk doen. We laten eerst dadelijk het video zien. Laten we eerst even de drie mensen. Omar Muni. Applaus voor Omar Muni. Omar, Somalische vluchteling, nu een hele grote designer. En als laatste Margriet de Schutter. Margriet. We gaan hier staan. Margriet, ooit zat Nederlandse kampioenschappen shorttrack. Heeft boeken geschreven nu, wilde naar een droom was Olympisch Spelen. Is niet gelukt omdat haar bouw dat niet toestond. Haar enkels waren niet gemaakt om eigenlijk te schaatsen. Eigenlijk om niet te lopen, maar ze doet het toch allemaal. En laten we voordat we het beginnen even die paar seconden pakken hoe jullie op het podium waren een paar jaar geleden. Dus dit duurt 1 minuut bij elkaar. Bij ieder dal kun je zelfs de mooiste toppen nog zien. Maar je moet wel omhoog kijken met opgeheven hoofd. Dit kan wel, dit kan wel, dit kan wel en dit kan wel. Dus de tas heb ik verkocht en zo heb ik het eigenlijk langzaam opgebouwd. En als je nu terugkijkt, ik heb geen investeerders, geen banken in mijn bedrijf. Altijd begonnen met die ene tas. En uiteindelijk heb ik een wereldwijd succes kunnen creëren. Iets wat ze niet van me af konden nemen. Mijn lichaam was inderdaad vastgezet, maar mijn geest was altijd zo vrij als een vogel. Mooi jongens. Jozef, begin met Jozef. Jozef, jij stond op het podium. Je moeder kwam bij je, dat hebben we in het begin. Ik wil niet zeggen als voetbaltrainer of coach of presentator, wat ging er door je heen? Maar wat maakte dat moment los in je leven? Het moment dat mijn moeder op het podium kwam? Ja. Goed, ik zag haar toen staan daar en het was helemaal niet geregisseerd of wat dan ook. Mijn moeder zei, nee, hoeft niet. Ze mam, kom hier. En toen kwam mijn moeder inderdaad. En het allermooiste vond ik dat zij eigenlijk gewoon het respect kreeg. En dat iedereen op ging staan en die staande ovatie. Had ik zoiets van, mijn moeder en ik waren toen met z'n tweetjes bezig. En zij met haar brieven natuurlijk, met die 400 brieven die ze stuurde. En dat ik toen uiteindelijk haar op het podium zette. Ja, dat is ongekend. Je zat 5 jaar voor niks in de gevangenis. Kan je één moment opnoemen dat je die kracht kreeg van in die gevangenis, joh, het is wel het allermoeilijkste in het leven, want het is de zwaarste tijd. Hij zat in de zwaarste gevangenis van de wereld in Marokko, totaal onterecht. Iedereen zou kapot zijn gaan en jij kreeg er kracht uit. Hoe kreeg je die kracht?
Ik kreeg die kracht eigenlijk na de tweede keer dat ik 10 jaar celstraf kreeg. Dat de Nederlandse overheid, iedereen wist dat ik daar niet hoorde te zitten. Iedereen wist wie er wel achter zat. En dat uiteindelijk dat in combinatie met die brief van mijn moeder. En dat ze zei van, goh, weet je wel, precies die woorden wat ik net ook zei. Weet je wel, focus, neem verantwoordelijkheid, bepaal je doelen en bereik ze. Want jij moet het nu gaan bepalen. Jij bepaalt 100% alles in je leven. Niet alleen daar, maar ook nu in vrijheid. En als je dat gaat snappen, dan kun je van lijden met een lange ei naar lijden met een korte ei. Wat heeft de bid jou gebracht? Mag ik dat heel kort even benoemen? Wat de bid mij heeft gebracht. Want dat het podium wat je mij hebt geschonken, maar wat je ook deze mooie mensen hebt geschonken, iedereen eigenlijk. Voor mij was het heel simpel in het kort. Een kleine reis, want het is een hele grote boom geworden met heel veel vertakkingen. Waardoor ik nog steeds iedere week op zoveel verschillende plekken binnen en buitenland sta. Ik heb hier zoveel mensen ontmoet. Een van die mensen, want ik kan er heel veel noemen, van Doreen tot en met Laurens, tot en met de mensen van Stichting Philadelphia, waar ik april kom, leuk. Maar vooral ook Bas van AFAS. Dat is een voorbeeld van mij hoe ik zou zijn geweest als ik niet mij dit was overkomen. En Bas die zei, kom bij mij spreken, AFAS Software, prachtig softwarebedrijf. Ik spreek daar, vanuit daar mag ik bij AZ Alkmaar spreken. AZ Alkmaar, grote eredivisieclub. Waarom? Want ze moesten tegen PSV spelen in de bekerfinale. Dus ik spreek daar, hè, als PSV-fans in de zaal zitten, sorry. Maar alleen die jongens, die horen mij aan, spelen de volgende dag de bekerfinale. Ze winnen, wat ik snap. En uiteindelijk staat er dus de volgende dag een artikel in de Telegraaf, die mensen hier ook zijn. En dat vond ik zo mooi, want er stond heel groot, ex-gevangene inspireert heel AZ. Okay. Met foto, geen zwart balkje. Maar het punt is, je weet dus nooit wat daarin weer uit voortkomt. En uiteindelijk, dat is dan het podium, maar je moet het wel zelf doen. Laatste vraag. Ja. Wat is jouw toekomst voor de komend jaar? Wat staat op het programma dat wij even moeten weten? We zijn ontzettend bezig met de Engelse versie. Het eerste boek, wat volgende week naar de 17e druk viel, een brief van mijn moeder, hier in Nederland. Het is naar het Engels vertaald, met de man van Oprah Winfrey. Die heeft een heel mooi voorwoord erin geschreven. Misschien gaat het verfilmen. De grote droom is als ik met mijn meisje op de bank zit, en ik dan de film zie, 400 Letters van Mijn Mom, starring Leonardo DiCaprio, Will Smith, weet je wel. Dat lijkt me leuk. Okay. Ik zie het wel. Ik geniet nu al ontzettend. Ralf, ja, dankjewel. Zit ook. Ja. Blijf erbij. Okay. Omar. Omar, je hebt een reis gemaakt, vluchteling, totaal kansloos. En je maakt wat van je leven. Totaal wat van je leven. Je inspireert mensen, je hebt een boek geschreven. Hoe kom je aan die kracht dat je uit een Somalië komt? Je hebt verteld hoe je, dat hebben we ook op het podium gehoord, een bootvluchteling. Alle familie achter je gelaten en toch succesvol. Hoe kan dat? Ja, ik moet ook altijd schrikken als je zegt bootvluchteling. Dat komt altijd zo hard over. Maar dat komt omdat ik nu echt zo in een andere wereld zit. Ik ben zo'n beetje 20 jaar geleden inderdaad gevlucht vanuit Somalië. Ik kwam hier met niks. Inderdaad ben ik gevlucht met de boot. En dat zijn toch hele moeilijke tijden geweest. En het kan eigenlijk niet nog minder worden. En dan kom je in Nederland, in zo'n prachtig land, waar je alleen maar kansen ziet. En dat doet motiveren met je. En dat heeft me zo gemotiveerd dat ik dacht, nooit meer terug van waar ik vandaan kom. En, Hoe zag je die kans? Want heel veel mensen zeggen, joh, die komen hier, die gaan niks doen. En jij gaat heel veel dingen doen. Hoe komt dat? Is dat een innerlijke drang? Is dat, want je hebt de opvoeding niet gehad daarvoor, of wel? Het is vreselijk om het te ervaren, maar als je het ervaart. En je ziet eigenlijk, ik had niks. Ik ben hier met een voetbalshirtje vanuit Somalië gekomen. Ik wist niet eens dat het zo koud was hier. En dan gaat er een heel nieuwe wereld voor je open. En je wordt zo fantastisch opgevangen door de COA, gewoon door de Nederlandse overheid. En dan ga je echt kansen zien. Als je niks hebt en je krijgt ineens alles. En dan was het voor mij van, als ik het hier niet kan maken, ja, dan ligt het echt aan mezelf. Je bent tassenkoning geworden. Top vrouw in de wereld, artiesten die dragen jouw tas. Dat gevoel als je op tv ziet, kijkt en je ziet iemand zo'n tas van jou dragen, wat doet dat met je? Ja, natuurlijk, dat doet heel veel met je. En ik ben al 13 jaar eigenlijk ondernemer. Ik heb niks anders gedaan dan alleen ondernemen. En ja, het went nooit. Het went ook nooit dat je op zo'n podium staat. Ik vertelde net tegen deze twee toppers, ik zeg, joh, hoe voel dat? We spreken elke week ergens. En toch voelen jullie dat ook, dat je hart toch iets harder gaat kloppen.
En als ik dan zo naar mezelf terugkijk, van een paar jaar geleden, dat ik hier mocht staan en nu daar achterin backstage, dan denk ik, hey, ik voel me nou echt een stuk rustiger. Laatste vraag. Mooi. Wat zijn jouw toekomst? Je hebt een factory, een dream factory. Je hebt een nieuw bandje ontwikkeld. Laatste vraag. Vertel daar even iets over. Ja. Nou, ik weet natuurlijk als geen ander hoe het voelt als je kansen krijgt. Ik onderneem al heel lang, maar ik vind sociaal ondernemerschap op dit moment ontzettend belangrijk. Geld verdienen is leuk, maar wat veel leuker voor mij is, hoe kan je geld verdienen en ook iets terug doen aan de maatschappij. Dus ik heb deze armband bedacht. Dit is het omarmband. Je hoort het al aan de naam Omar Muni omarmband. Wij omarmen diversiteit. Ik krijg deze armbanden, althans de reddingsvesten uit Lesbos, van vluchtelingen die levend de overkant hebben gehaald. Die krijgen wij in onze Dream Factory, waar we anderen helpen aan een droombaan. Dat wordt hier in Nederland geproduceerd. En de opbrengsten gaat gedeeltelijk weer terug naar vluchtelingenprojecten. Maar het is ook heel belangrijk om diversiteit te ondersteunen. Je ziet, het is een opvallend armbandje. Hiermee laat je zien dat je diversiteit als meerwaarde van onze samenleving is. Ik heb maan. Bedankt. Margriet. Margriet heeft een boek geschreven. Het tweede boek wordt dadelijk uitgereikt. Je hebt het bij je waarschijnlijk. Ja, ik heb het. Margriet, wat zei ik, die was vroeger heel verlegen eigenlijk. En het grappige, deze drie mensen hebben een paar dingen gemeen. Eén, ze hebben enorm doorzettingsvermogen. Twee, ze hebben heel veel beleefd in hun leven. Derde, ze hebben heel veel talent. Ze hebben eigenlijk van enorme bedreigingen enorme kansen gemaakt. En als vijfde, ze zijn een voorbeeld voor iedereen. Voor mij, voor jullie in de zaal, voor allemaal. Dat zijn ze alle drie. Dus daar wou ik eerst een applaus nog even voor hebben, als mag. Margriet, jij stond hier op het podium. Je hebt je verhaal verteld. Wat is daarna met je gebeurd? Nou, ik merk überhaupt, of tenminste voordat ik hier stond, dat ik altijd bezig was met sneller, hoger, beter, meer. En ik merk vanaf het moment dat ik hier op het podium heb gestaan, dat het oké was om kwetsbaar te zijn. En dat het oké was om dat dingen gewoon niet goed gaan. Want daar had ik over verteld. En ja, ik merk ook dat het gewoon, ja, als we het toch over de Big Improvement Day hebben, dat het echt een big improvement is om te merken dat we met elkaar ook kwetsbaarder durven te zijn. En dat we daardoor ook zo krachtig zijn. Je hebt een fantastisch boek geschreven, ik heb het gelezen, over stop en doorgaan. Dus mensen die na een sportcarrière, wat er mee gaat gebeuren. En een paar procent die doet het helemaal niet goed. Die worden ziek of gaan er gekke dingen mee gebeuren. Zij dat fantastisch beschreven in een boek. Jij komt in contact met al die ex-topsporters. Hoe is het leven van die ex-topsporters? Ja, het is heel wisselend. Zoals we het allemaal kennen. De een die blijft ergens in hangen, maar de ander die ziet de kansen als iets toch anders loopt dan je graag zou willen. En ja, wat ik heel mooi vind bij al die 15 sporters, zoals Pieter van de Hogeband, Yvonne van Gennep, Rientje Ritsma, dat ze allemaal die kansen hebben gepakt. En de successen die ze behaald hebben in het verleden vanuit hun sportcarrière, dat ze dat meenemen in hun maatschappelijke carrière. En dat vind ik ook een hele mooie metafoor om te gebruiken ook in het bedrijfsleven. Heel mooi. Je hebt een boek, dat ga je uitreiken aan de twee heren. Ja. Dat kan je nu doen. Ik maak een fotomomentje van. Dat gaan we nu doen. Even de fotograaf erbij. Ja, dan wil ik er nog even wat bij zeggen. Want ja, voor mij, als er twee mensen zijn die echt een toppunt zijn van stoppen en doorgaan, ja, dan zijn dat voor mij Jozef en Omar. Dus vandaar deze twee boeken aan jou. Alsjeblieft. We gaan weer door. Alles gaat op tijd. Bedankt. Foto's worden gemaakt. Ik vraag jullie allemaal op te staan nu. Allemaal opstaan. En iemand naast je, die je niet kent, om een van de twee te vragen om een vuist te maken. Een vuist te maken. En het tweede wat ik u vraag is, vertel even wie je bent en wat je doet, wat je van deze dag verwacht. En zorg dat je die vuist open krijgt van je buurman. Kijk hoe je dat gaat doen. Dat wil ik jullie nu vragen.
Ja, jullie kunnen blijven staan. Jullie kunnen blijven staan, want hier gaat het vandaag om dat je elkaar ontmoet. Ik zag heel veel mensen moeilijke dingen doen om die vuist te openen. Ga maar even door nog, jongens. Ja, maar... Dan gaan jullie dan toch maar weer zitten, want anders hoort er toch niks. En dan geef ik jou het woord. Wat net gebeurd is, die laatste 2 minuten, is de essentie van de Big Improvement Day. Om elkaar te ontmoeten, om elkaar te begroeten, om met elkaar te praten. Maar het belangrijkste is, als je die vuist hebt en je wilt openmaken, dan zou ik mensen aan elkaar rommelen, et cetera, moet je niet doen. Het enige wat je moet doen, is vragen. Wil je vuist openmaken? Zo simpel is het. En dat moet je vandaag doen. Bedankt. Ik geef nu zelf het woord om af te sluiten.